Dames en heren, ik heb een probleem. Het probleem is namelijk dat ik een auto moet reviewen waarvan in 2007 al de eerste versie uitkwam. En die hebben we toen uitgebreid getest. We hebben gekeken naar het verbruik, naar de veiligheid, naar het rijden, naar het gebruik. En in alles, werkelijk alles, was die auto gewoon heel goed. We hebben het dan over de Nissan Qashqai. En nu, 7 jaar later, in 2014, rijden we met z'n opvolger. En ik ga nu ontzettend mijn best doen om gewoon een minpunt te vinden. Want straks komt er weer gewoon een blank vel papier uit. Na een paar kilometer kunnen we al gelijk een eerste indruk geven. Nou, dat is namelijk dat die auto heel comfortabel is en ook heel stil. Zeker met deze 1,5 liter dieselmotor. Wat wel opvalt is het windgeruis. Dat is best wel opvallend. Al sinds zijn introductie in 2007 is de Qashqai het best verkopende model van Nissan. En dat met zo'n moeilijke naam. Een hele hoop mensen denken dat er een U in zit, maar er zit geen één U in. Het is echt gespeld Q-A-S-H-Q-A-I. De Qashqai was eigenlijk de eerste crossover. Maar die past niet in de mooie hokjes die we kennen, zoals een station wagon, een MPV of een SUV. Het zit er een beetje tussenin. Het is gewoon de golfklasse Astra Focus. Maar dan een stukje hoger. Dus je hebt ook de hoofdruimte van een MPV. Je hebt toch iets stoers van een SUV, maar dan wel voor de prijs van een Golf. De oude Qashqai was er als vijfzitter en als zogenaamd plus 2 als zevenzitter. Dan was die zo'n 20 centimeter langer. Maar die komt niet meer terug. Dus als je nou een zevenzitter wil, dan moet je wachten op de nieuwe X-Trail. Die komt over een paar maanden. De nieuwe Qashqai die is zo'n 5 centimeter in de lengte gegroeid en 2 centimeter in de breedte. Dus dat belooft veel goeds voor de binnenruimte en de bagageruimte. De achterin zitten de benen zitten gewoon goed en je hoofd heeft echt extra veel ruimte. Hier achterin zie je echt de groei terugkomen. Want de oude Qashqai had nog 410 liter en dat is nu gegroeid naar 440 liter. Hij heeft zelfs een dubbele bodem die naar beneden kan en heeft ook twee kanten. Een natte kant en een droge kant, dus ook je net natte zooi kan gewoon hier kwijt. Maar de oude, echt grote bagageruimte van de plus 2, ja, dat vind je niet meer terug. We rijden vandaag met de kleinste dieselmotor, dat is een 1.5 DCI. En die is ook voor zakelijke rijders het meest interessant, want 20% bijtelling. Particulieren zullen waarschijnlijk meer geïnteresseerd zijn in een benzinemotor. En dat is nu een 1.2 liter met turbo. En die is net zo zuinig als de oude 1.6 liter zonder turbo. Omdat de auto zelf groter is geworden, gaat hij van label C naar label B. Net zoals een kleine boertje de Nissan Note, kan ook de Qashqai worden uitgerust met de zogenaamde Safety Shield op de wat duurdere versies. Dat systeem bestaat uit een paar componenten. Dat is onder andere verkeersbordherkenning. Het tweede is lane departure control, dat als je uit je rijbaan komt, dan geeft hij dat aan op het dashboard. Het derde is dode hoekcamera's die waarnemen of er een voertuig in dode hoek zit. Ook vermoeidheidsherkenning van de chauffeur van als ik zo een beetje slaap begin te vallen, dan herkent hij dat en dan geeft hij de tip, ga eens een kop koffie drinken. En het laatste is dat die auto automatisch gaat remmen op het moment dat je op je voorgang af stormt. Daarnaast heeft hij ook een interessant systeem die helpt bij gedrag in de bochten. Als je namelijk op nat wegdek te hard de bocht in gaat, dan grijpt de elektronica in, remt hij op de binnenwielen en dan word je als het ware weer de bocht ingetrokken. De Qashqai kan ook worden uitgerust met een parkeerhulp. En dan zie je op het scherm, zie je gewoon als je naast een plek staat en je denkt van nou, hier past hij vast in. Ga hier op de knop indrukken, kan je hem ook nog een beetje bijsturen met de pijlen. Ik druk op start en zegt kies de vooruitversnelling, dat doen we. En nu ga ik gewoon mijn handen loslaten en kijk, wat leuk. En ik laat hem gewoon rollen, stop en kies achteruit, dat doen we. Pure magic. We komen zo in het vak. Ik ga hem af laten rollen. En we zijn klaar. Dan kom ik bij de conclusie aan. En dan ga ik terugkeren naar het probleem waarmee ik begon. En dat was dat die vorige Qashqai was ontstellend goed. Nou, we zijn er vandaag achter gekomen. Ook de nieuwe Qashqai is ontstellend goed. We hebben echt met een lampje moeten zoeken naar een nadeel. We hebben er eentje gevonden. Een minpunt. Nou, minpuntje. Dat is beperkt zich naar achteren. Maar goed, als dat nou alles is. Gewoon verder een wereldauto. En wil je nog wat meer bijzonderheden van de Nissan Qashqai te weten komen? Ga dan onze site op www.consumentenbond.nl/Qashqai. Dat moeilijke woord, weet je nog wel. En wil je naar alle harde testresultaten van alle auto's te weten komen? Ga dan naar consumentenbond.nl/auto.